De ministeries van Sociale Zaken, Openbare Werken en Grond- en Bosbeheer werken verschillende scenario's uit om het probleem van de woningnood op te lossen. Dit zei minister Urakits Ramsaran vandaag voor de raadsvergadering. In dat geheel hebben we alvast geïdentificeerd vanuit collega OW en GBB locaties waar we misschien de projecten zouden kunnen opstarten. En van daaruit dat SOSAFO natuurlijk erachter staat om ook ervoor te zorgen dat degenen die aanvraag hebben gedaan, dat ze uiteindelijk toch wel in aanmerking komen. Gezien dat wij ook belast zijn met de toewijzing van de woningen. Dus de verschillende projecten die intussen geïdentificeerd zijn geworden door ook de samenleving, want we hebben heel wat mogen zien in de media, heeft wel allemaal onze aandacht en dat we kijken naar verschillende mogelijkheden hoe we de zaak kunnen aanpakken. De bewindsman zegt dat er ook naar mogelijkheden wordt gekeken hoe de gezinnen van wooncentrum Palulu kunnen worden opgevangen. Die gezinnen werden de vorige maand bedreigd met uitzetting omdat de regering het resterende bedrag van het pand niet had overgemaakt voor de eigenaar. Apart van de RVM ook nog de RRV, waarbij natuurlijk we niet alleen hebben gekeken naar het vraagstuk van de stichting zelf, maar ook gekeken naar de verschillende schrijven die de stichting heeft gedaan. We hebben gekeken naar de statuten ook van de stichting, verder ook nog de gezinnen die daar onderdak genieten. En gezamenlijk met GBB hebben we alvast dat gedeelte van grond op tafel gelegd. En apart daarvan ook dat van de gezinnen, om even de regering goed te informeren van hoeveel gezinnen eigenlijk in een probleem zitten. Dus aan de hand daarvan, nogmaals, willen we dan voorstellen allemaal de scenario's allemaal op tafel leggen en kijken wat we kunnen betekenen. Het is een proces die we niet in één keer zouden, antwoord zouden kunnen geven, maar natuurlijk dat we eerst met de deskundigen kijken hoe we de aanpak zouden kunnen doen en hoe wij eigenlijk de tegemoetkoming zouden kunnen doen. Ja. De minister zegt dat Stichting Palulu een rechtspersoon is. Hij benadrukt dat het ministerie is ingekomen omdat de gezinnen die daar wonen ook een dak boven het hoofd verdienen.